zijn Popcore WhatsApp uit Wezep en we vieren dit jaar ons 10-jarig bestaan. Alsof het nooit echt af is, nee. Wij zijn dus in 2008 begonnen met Anton Jansma als onze muzikale leider. Hij vond het leuk om eens een popkoor in deze buurt op te richten. En omdat wij eigenlijk niet van plan waren bij een christelijk koor of een gospelkoor te zingen, dachten wij, nou, daar moeten we bij zijn. Vandaar dat wij ook al 10 jaar meezingen en met veel plezier. Wij zingen namelijk eens in de 2 weken, dus dat is niet heel vaak. En er wordt wel verwacht dat je thuis aan de hand van die mp3'tjes goed oefent. En zo kunnen we een mooi repertoire opbouwen. We organiseren dit jaar dus onze 2e korendag. Ook dit weer bij Partycentrum Koelenhagen in Wezep. En er komen dit jaar 30 koren met een totaal van 1100 zangers en zangeressen. En die koren komen uit de wijde regio rondom Wezep. Dat is van Dronten tot Apeldoorn, van Zwolle tot Harderwijk. Allerlei stijlen zijn vertegenwoordigd. Chantykoren, gospelkoren, popkoren. Eigenlijk voor elk wat wils. En het belooft weer een hele gezellige dag te worden. De kaartverkoop start op zaterdag 3 november om 10:30. En de korendag duurt van 11:00 tot 21:00. En om 21:00 zingt het popkoor WhatsApp zelf nog een 30 minuten allerlei nummers. En daarna... Daarna komt Rick van Veldhuizen, de bekende DJ van onder andere Veronica. En hij zal tot in de late uurtjes hier gezellige plaatjes draaien. En ook alle gasten zijn welkom op de afterparty.